leuke dag vandaag. We gaan kamperen. Kamperen? Over een paar dagen. Bij die trailer, hè? Maar die klopt al niet meer, van Gilles, als ik niet bij. Ja, ik weet dat. De eerstvolgende halte zijn ook executed. Gaat je het messen doen? Ik ga het nog messen. Vijf dagen. Op de camping, voor de rest, dat nog een fijne vakantie wordt. Op. Het is wat is er? Ik heb het gezien. Wat is er juist gebeurd, bro? Iemand die is afgestapt om iemand te zoeken, terwijl we eigenlijk precies moesten afstappen. Dus ze mogen de trein laten pakken en een nieuwe kompas. Dit is officieel de ezel van de reis. Ah, daar. Weet je hoe de barbecue in elkaar zit? Oeh, heb je zin in een barbecue? Dat is wel niet bij. Kijk wat we allemaal bij hebben. En dat is dat ook niet allemaal. Ja. Die gaat zelfs ons verliezen mogen dragen. Ja, dat zeker. Ook. Allemaal. Ja, dat is al één probleem opgelost. We zijn in Gent. In Gent, de hand. Tot een lekkere leggen en door. In Gent? Ja. Naar de hand. Naar de hand, gaan we allemaal onze verliezen allemaal. Mijn toilet dan. Zo schattig. We moeten terug naar boven. Ja, over 12. Timothy. Timothy, mocht je het ooit zien, we komen terug om het te pakken. Dus als jij je ouders de gelegenheid krijgt om een stempje in te schrijven voor de Oscar van Lomste Broer, doe dat, oké? Okay? Nee, weg. Wat? Weg. Blanke bergje. Welkom gestolen beachreizigers. Na een lange reis ben je eindelijk geraakt. De kust, onze Belgische trots van toerisme. Maar als je dacht dat je hier zomaar aan je gestolen vakantie kon beginnen, dan heb je het grondig mis. Want wij zijn niet voor niets gestolen mensen die houden van onbekende wateren, spanning en vooral uitdaging. Vooraleer je op de juiste bestemming kan en zal geraken, volgt er eerst een beklijvende zoektocht vol mysterie en onbekende wegen. Je bent uitgestapt aan het station van Blankenbergen en moet nu op zoek gaan naar de KPC in de zijstraat van de Kerkstraat. Daar vind je een brief met verdere aanwijzingen en eventueel een voorwerp. Smiley achter. Good luck and lots of fun. Greets, Tatich. Wat zit je aan het zoeken? Ja, die envelop, tweede envelop. Waar is die? We zijn dus in de steek gelaten door Timothy. We mogen allemaal hetzelfde dragen. Behalve zijn kop natuurlijk. Want die liggen nog even. Ja, ja. Dus we moeten de weg zoeken. Ja. Nu zitten we, nu is Joram in de KBC. Ja. Hopelijk vinden we die precies. Ja. De eindbestemming waar je zal moeten geraken, waar ik mij dus bevind, is Campingpark Costa. Ik zeg er niet bij in welke gemeente dat het is, maar daar zal je zelf moeten achterkomen. Jo. Oh. Hey, we gaan allemaal doen. Je hebt in totaal hier voor 2 uur in de tijd. Dus 2 uur om alle opdrachten te krijgen. Indien je erin slaagt en heel opzet wacht bij je aankomst, een welverdiende en een dank in aanvaarding en verrassing. Misschien even alcohol hebben, dan nog niks aan. In het centrum van Blankenbergen. Ja.
rustig droog zijn, zonder alcohol. Hoe gaat het? Nee, de frigopot. Ik ga uit. Die klinkt echt evil. Good luck and lots of fun. Greed don't teach. Aan het wachten. Ja. Wat een opgezet spel. Oh. Daar is een paard eigenlijk. Ja, ja. Hey, maar hoe kom ik nu aan mijn vriend? Toen wanneer ik hem door had, toen ik hem met uw laptop tasje naar de trein zou gaan, toen wist ik nu. Nee, want daarna belde je mij nog. Nee, ik, toen jij wegging, heb ik mijn kop uit. Ik zou gezang ik u naar de paal geslopen. Ik kon mij niet meer zien. Ja. Nee, want ik stond achter de hoek. Nee, ik heb er niet van paal geslopen. Ja, maar ik ging toch Erwin zoeken, zei ik toch? Ik zie Erwin net lopen. Ik zei ook stiekem kop uit, maar ik wist nu, dus kom eens weg. Pak die op pakken. Ik heb niet gezegd, ik kom. Wat heb jij ervan doen? Ik ga naar buiten. Ik ga allemaal in pop, man. Waar gaan we naartoe? Om de hele dag. Naar Bredene.